Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 7. Goedemorgen allemaal, ik ben net 40 minuutjes of 20 minuutjes wakker. Ik ben 7:40 uit mijn bed gegaan. Ik heb mijn wekker om 8 uur gezet, maar ik was daarvoor al wakker. Dus ja, hallo. Ik heb goed geslapen. Ik ben vrij uitgerust. Ik heb alleen nog wel een slapig gezichtje. Maar goed, dat blijft wel even zo. Mijn handen zitten trouwens nog steeds onder de inkt. Vreselijk. Ik ga zo meteen weer proberen te wassen met Jif. Maar ik ga eerst naar beneden om lekker een kopje koffie te maken. Ik heb trouwens vandaag geslapen in mijn wantie. Vraag me niet waarom. Of tenminste niet geslapen, maar ik heb hem voor ik ging slapen uitgedaan. En net weer aangedaan. En hij heeft de hele nacht op het voeteind in mijn bed, in mijn bed gelegen. Dus ja, ik heb hem net weer aangetrokken. En ik zit te denken om hem lekker aan te houden vandaag. Het is vandaag een beetje rommeldagje thuis. Lekker gewoon relaxed. Ik wil proberen mijn kerstspullen van zolder af te halen in mijn eentje. Mijn ouders gaan zo meteen weg. Die gaan over ongeveer een half uurtje van de deur uit. Maar ik daarentegen wil dus proberen om een beetje mijn kerstboom te gaan versieren. En alles hier een beetje te versieren. Dus die poging ga ik wagen vandaag. Ik hoop dat het me gaat lukken. Ik hoop dat mijn kerstversiering ook een beetje vooraan op het zoldertje ligt. Zo niet. Ik kan het nog leuk worden. Maar ik ga het wel proberen vandaag. Maar ik ga eerst even lekker een kopje koffie maken. Voor vandaag een hele potje koffie. Au, dat is heet. Oh jongens, ik ben best wel moe eigenlijk. Ik ben best heel moe wakker geworden. Ja, uitgerust wakker geworden. Maar nu dus ik even van, oh, moe. Maar goed, ik ben intussen trouwens de video aan het uploaden hier. Oh, die is al klaar, dat is heel mooi. Dan moet ik alleen nog een paar dingen aanpassen. Ik doe ook altijd via mijn telefoon. Ik upload hem zeg maar op mijn laptop. En dan pas ik hem aan via YouTube Studios op mijn telefoon. Vind ik altijd makkelijker werken. Ik heb meer de tijd en de ruimte om dingen te doen. Dan kan ik wat makkelijker een thumbnail aanpassen. Dus dat vind ik ook altijd heel fijn. Jongens, ik ben zo happy. Ik loop zo. Ik ga me niet omdraaien. Want ik heb net de lichtjes van mijn bed veranderd. Ik vond het heel raar dat het een heel klein stukje was en de rest niet. Nu geeft alles licht. Ik heb een hele lange snoer die hier hing. Die niet meer aan ging. Die deed ik daar niet meer aan. Die heb ik zo aan die kant. Zo omhoog gewerkt. Om me heen. Daar helemaal naar beneden. Tot de grond. I love it. Het kastje ligt aan deze kant. Zodat ik er makkelijk bij kan. Ik vind het zo leuk. Dat nu in één keer een stuk gezelliger. Dan heb ik alleen deze lichtjes nog wel over. Maar ik denk dat ik die gewoon eventjes opberg. Of als er eentje kapot gaat of zo. Denk ik. Dekseltje erop doen. Even aanschuiven zo. Hier doe ik even opbergen. Ik weet alleen nog niet waar. Ik leg hem even hier neer. Zo. Dump. Dat zijn echt twee dumpgaten geworden in dat meubilair, maar ik moet hem omdraaien. Maar goed, het is even tijd voor de adventkalenders, jongens. Want die staan hier wel zo leuk vrolijk de hele tijd. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik ga mijn lamp even verder zetten. Zo. Ik ga het jullie gewoon lekker allemaal laten zien. Dit wordt echt een beetje een soort adventkalenderplekje, vind ik. Zullen we beginnen met de spa-adventkalender? Deze. Nummer 7 natuurlijk. Waar is... Oh ja. Heel mini. Hier is het nummer 7. Gaan we openmaken. En zoals ik er... Oh nee, wacht. Hij is niet... Ik dacht even dat hij leeg was. Dat hij doorgezet was. Maar deze is niet leeg.
hier zit, het zit hierin. Ik kreeg hem net. Oh, ja, dus. Deurtje dicht. Dan is de vraag, wat zit hierin? En hier zit in. Een veldje voor in mijn haar. En ook zo mijn haar naar achter klippen. Ja, staat heel sexy dit. Ik weet niet waarom ik dat met een speldje moet. Maar misschien dat ik het wel handig is als ik mijn make-up doe. Kan ik mijn lok zo een beetje weg hangen. Maar het heeft geen zin wat hier hangt. Ja, onzin. Oké. Lekker gezellig. Een speldje. Nou, hier nummer 7 van. Deze zit gewoon vroeger. Als het goed is zit hij er gewoon naast. Ja, hier is nummer 7. Je moet er wel makkelijk uit krijgen, vind ik. Vind ik wel fijn. Oh, het klinkt best groot. Wat zit hierin? Oh, daar ben ik heel blij mee. Een rood nagellakje. Oh, dat vind ik heel tof. Dat vind ik heel nice. Hier ben ik echt heel blij mee. Ik wilde rode nagellak voor de kerst. Omdat ik helemaal zilver-zwart ga. Dacht ik, het is leuk om rode nagels te doen. En dan heb ik rode nagellak. Ik moet eigenlijk ook nog steeds nieuwe wenkbrauwpotlood en alles kopen. Want dat is gewoon echt bijna op. Maar ik durf niks te kopen omdat ik niet weet wat ik hier krijg. Dat wil ik dus voor de kerstboom. Deze ernaast. En klaar. Toppen jongens. Ik heb een clipje gekregen. En een super schattig flesje nagellak. Maar het nagellak flesje loopt rond. Heel leuk. Super, super leuk. Goed, die zet ik hier weer neer. Nagellak uit deze. Een clipje uit deze. Yay! God jongens, echt niet te geloven. Volgens mij heeft iemand hier de kachel op 100 gezet. De kachel staat hier dus op 25 graden. Ah, dat is heel fijn. Die raden ze even terug naar 19,5. Want, oh, is niet leuk. Wat ik nu ga doen, dus ik ga even kijken of ik van het zoldertje, daarom heb ik trouwens mijn raam opgezet, of ik van het zoldertje mijn kerstspullen kan pakken. Mijn kerstballen staan dus hierboven op het zoldertje. Dacht ik. Tenminste, laat me goed kijken. Voor ik straks iets ga pakken. Want ik kan me herinneren dat we hier ook heel veel spullen hebben laten staan vorig jaar. Even goed rondkijken. En als hij niet staat, dan moet het vast hier op zolder staan. Goed, ik zit jullie hier. Nee, ik moet hier bij het luik wezen. Ik hoop alles goed gaat. Ik hoop ook niet dat ik de ding straks op mijn bek krijg. Maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Ik heb ook... Oh, daar kom ik ook niet bij. Oh. Er is wel een ding naar beneden van. Bovenop mij. Maar ik heb dus geen idee wat hier dus allemaal ligt. Echt geen idee. Oh. Ik heb wel lichtelijk een beetje hoogtevrees. Dus hopelijk. Ah ja, mijn kerstballen liggen er wel. Krijg ik het ding naar beneden, man. Oh my god. Dingen naar beneden vallen. Shit. Oké, weet je, laat maar erop. Hopelijk is het niet bereikbaar. Fuck.
kerstballen na die nu kapot zijn. Oh. Zo. Dan zien we nog eens wat op zolder. Wacht, ik neem jullie even mee naar zolder. Dat is misschien wel leuk. Oh jongens, dit is zoveel. Oh, ik heb hoogtevrees. Oh, oh, oh. Ah, welkom op ons zoldertje, jongens. Hier moeten dus ergens mijn kerstballen staan. Maar als ik nu heel eerlijk ben, zie ik geen enkele doos van mijn kerstballen. Dus waarschijnlijk heb ik gewoon voor Joker... Ik zet jullie gewoon niet neer. Waarschijnlijk heb ik nu dus gewoon voor Joker... die kerstspullen eraf gehaald. Of tenminste, nee, in ieder geval die plank eraf gehaald. Top. Misschien dat ik die kerstballen vandaar ga gebruiken. Ik zie daar kerstballen in die tas zitten. Ik weet niet, waarom zijn mijn kerstballen dan gebleven? Ik heb ze vorig jaar allemaal terug in de doos gedaan. En naar zolder. Dus ze moeten hier zijn, maar ik verwacht... Ach, ik zweet me dood. Ik verwacht dus dat mijn moeder de kerstballen hier op zolder heeft gelegd. Maar ik zie ze dus helemaal niet. Wat zit er hierin? Wat is dit? Even kijken. Oh. Wat is dit? Raamstickers. Wat is dit? De kerstster. Oh, die wil ik wel gelijk mee naar beneden. Oeh. Oh jee. Wat is dit? Is ook iets met kerst. Zo. Maar waar zijn mijn kerstballen? Dat is echt het enige wat ik ook nog nodig heb. Maar ik zie ze niet. Dat is echt heel vervelend. En ik had nog een klein schattig kerstdorpje. Die zie ik ook niet. Wat is dit? Oh, dit zijn nog meer doorzichtige kerstballen. En kleine dingen die ik toch niet gebruik. Oh. Waar ligt het nou? Hier ligt dus trouwens ook al mijn oude speelgoed van vroeger, jongens. Hier ligt mijn oude babyborn auto. Die kant liggen alle kerstballen. En die kant liggen al mijn oude speelgoed en dingen. Mijn poppenbedje zie ik hier liggen. Het is echt heel leuk om dit te zien. Maar ik heb nog steeds geen kerstballen. Ik denk dus dat ik gewoon die kerstballen ga gebruiken. Ik weet namelijk niet waar mijn moeder ze vorig jaar voor gebruikt heeft, maar ik denk dat ze niet gaat gebruiken. Dus dan denk ik dat ik ze gewoon lekker meepik in mijn kerstboom. Dan maar goud en geen kleurrijk. Maar ik heb geen zin om die hele zolder nu leeg te gaan trekken. Oeh, ik ben levensgevaarlijk. Ik loop echt heel charmant in een topje zonder BH met mijn onesie half opgeknoopt. Heel kerstachtig. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee waar die kerstballen zijn. Ik vind het nu ook levensgevaarlijk om niet te gaan lopen. Ik ga even stof voor een blik pakken. En staat het niet achter het schot? Als het achter het schot staat, jongens, dan ga ik echt gillen. Als hier mijn doos met kerstballen staat. Nee, godzijdank. Goed, wat ik ga doen, ik neem deze dingen mee. Ik zet die tabletten even terug aan deze kant. Oh. Kijk uit, niet de zolder afbreken. Daarom zeggen mensen dat je dit altijd met twee personen moet doen. Ja, dat snap ik nu ook wel. Goed, ik neem dit mee. Ik heb de tas met de kerstballen die ik vind. Geen idee wat ik er verder mee moet. Maar misschien dat ik iets ervan kan gebruiken. Om deze boom te gaan versieren. Kijk, hier zitten gouden kerstballen in. Wat is dit? Ik kan namelijk niet zien wat hierin zit.
niet heel vol. Ik mis alleen mijn piek nog. Maar die kan ik dus nog niet vinden. Wat ik wel zat te denken, is om tijdelijk even zo'n witte vlinder erin te zetten. Als soort piek. Dus ik ga dat even proberen of het gaat lukken. Ik hoop het. Nou, en die zit, jongens. Tadaa! Hij is niet heel vol, omdat ik mijn eigen kerstballen dus gewoon kwijt ben. Ik denk dat ze achter in het zoldertje liggen. Dus ik heb nu tijdelijk even wat kerstballen opgehangen. En ik vind het niet eens zo heel erg slecht. Ik vind het er serieus echt heel schattig uitzien. Ik heb dus echt een paar foute dingetjes ertussen hangen. Echt van die vrolijke kerstballen. Gewoon goud. Maar mijn olifant hangt hier dus tussen. Die nu een beetje eigenwijs is, maar goed. Ik moet even erachter. Oh, dit hangt niet goed. Wacht even. Deze hoort hier. Dan hoort deze. Hier zo. Kijk, mijn olifant hangt hier. Deze hoort hier naartoe. Mijn kerstboom is echt eigenwijs. Dat is niet normaal. Stomme ketting hangt hier weer. Zo, mijn olifant. Die hangt hier, die heb ik gekregen voor Sinterklaas. Ik heb hier een lippenstiftje hangen. Ik heb hier een sneeuwpopje hangen, die geen neus meer heeft. Super zielig. Hier een vogeltje. Dat was het aan gekke kerstballen. Hierachter hangt dus nu niks. Maar ja, daarom zou ik achter op de muur dingen gaan hangen, terwijl ik het zelf toch niet zie. Mijn adventkalender staan hiervoor, vind ik wel leuk. En ja. Ik ben er heel blij mee hoe het er nu uitziet eigenlijk. Even wat anders dan wat ik gewend ben. Want ik had verwacht dat ik mijn kleurrijke kerstballen zou hebben. Maar dit kan ook wel. Ik vind het er zo wel leuk uitzien. Jullie ook? Ik wel. Ik ben er heel blij mee. Ik ga de tas weer even op zolder zetten. En dan ga ik even die raamdingen ophangen. Die heb ik natuurlijk ook nog. Dus die gaan we ook nog even ophangen. Goed, het wordt echt steeds gezelliger. De kerstboom is dus af. Ik heb hierachter mijn kerstster hangen. Ik ga niet weer erom gedaan omhoog toe. Maar kijk. Daar hangt die. En gelukkig ook hier nog een stekker vrij. Want mijn oplaadkabel haal ik er elke dag gewoon uit. Ik heb hierin. Ik dacht ik wil hier niks hangen omdat die veer hier staat. Dus ik heb lichtjes in die veer gedaan. Ziet er s'avonds ook heel leuk uit. En dan heb ik dat sneeuwpopje wat ik had. Die heb ik hier aan de deur gehangen. In de hoop dat die ook gewoon even een tijdje blijft hangen. Vond ik wel leuk voor de Eiffeltoren. Die toch helemaal krom trekt omdat het niet goed begint. Hier hangen dus lichtjes. Hier heb ik lichtjes. Als ik de goede batterij heb, kan die aan. Want ik heb dus niet de goede batterijen. Oh, dat lijkt me plastic vallen. Oh. Dus jongens, het wordt echt steeds leuker. Ik heb daar natuurlijk boven nog lichtjes. Ik heb daar die lamp. Ik heb hier een kerstmannetje neergezet. Die zit ook in het tasje. Ik weet ook niet wat mijn moeder er allemaal mee wil hoor. Misschien dat ze het straks allemaal een keer terug wil. Maar dan kan ik daarna gewoon mijn eigen spullen ophangen. Als ik het heb. Maar ik vind het wel leuk worden zo. Ik ga eens even stof en blik pakken om boven de scherven even op te ruimen. Dan trek ik mijn bed recht. Want die heb ik ook nog niet opgemaakt. Die hebben we wel recht getrokken, maar niet helemaal opgemaakt. En dan zijn we voor zover een beetje klaar. Maar het is wel heel leuk. Ik ga deze niet aanzetten, want het is batterijen. Dan is hij zo weer leeg. Die kerststaal laat ik wel lekker aanstaan vandaag. Vind ik wel gezellig. Deze doe ik lekker een stukje naar beneden toe. Deze ook. Maar deze doe ik wel half omhoog. Dat is wel fijn. En dan mijn kerstmannetje daar bij mijn lamp. Leuk. Oh. Dat is te ver. Dus ja. Ik vind het wel echt leuk worden zo, jongens. Ik moet mijn rozen straks weggooien. En dan zet ik daar, als ik iets nog kan vinden van kerst, zet ik dat daar neer. Misschien een leuk huisje of zo die licht geeft. Misschien dat ik ergens zo nog bij kan op zolder. Ik ga zo nog even kijken. Goed, jongens. We hebben boven, of boven beneden, bij de keuken hebben we de toog zitten. Daar hebben we altijd zo'n garland hangen met lichtjes. En die vond ik dus
op zolder, die lag dus aan de voorkant van het zoldertje. Dus ik dacht, als verrassing voor mijn ouders, ga ik gewoon alvast de garland ophangen. Ik ben hem nu aan het versieren. Er is helaas één bal gesneuveld in de doos, zag ik. Zonde. Maar ik ben dus alles lekker aan het versieren. En het is echt super leuk. Ik heb lekker kerstmuziek opstaan. Gezellig. Ik vind het echt super leuk. Ik heb een witte bal nodig eigenlijk. Ik ben lekker in de kerstmood, jongens. Ik ben alles lekker aan het versieren. En doen. Super leuk. Oh, Rio. Goed, ik ben inmiddels die kerstboom dat doen mijn ouders. Ik dacht dat ze dat ding vast lijmden. Maar ze gaan betrekken ze hem vast. Dus ze nieten hem echt vast. Prima. Blijf ik daar lekker vanaf. Wat ik dus wel heb gedaan is ik heb die garland opgehangen daar. En op de kast daar, hier zo, bovenop, heb ik een klein kerstdorpje neergezet. Ik zet Rio even daar neer. Anders gaat hij weer lopen panieken. Kijk. Mijn ouders weten dus trouwens helemaal van niks dat ik dit allemaal aan het doen ben. Maar ik heb dus een heel klein schattig kerstdorpje neergezet. Hoe leuk. Ik vind het wel cute staan hier. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb de hik. Oh. Ik heb Bobo even een was aangezet. Ik ga zo meteen eventjes die snippers nog weghalen. Van boven. En dan, of die scherven, het zijn niet snippers, het zijn scherven. En mijn kerstdingetje hier, die op mijn bureau komt te staan, want ik ga mijn vaas zo weghalen. Die doet het ook. Leuk hè? Dus die zet ik zo boven neer. Joepie! Ik ben wel blij dat het weer allemaal lekker kerstsfeertjes wordt. En ik vind het echt super leuk. Ik hou echt van kerst, ik vind het echt heel leuk. I love it. Maar goed, in ieder geval. Ik ga zo boven nog even een paar dingen doen. Daar ben ik weer. Camera is inmiddels lekker opgeladen. Ik moet dit nog even wegzetten. Geef het me een mooi plekje, zou ik zeggen. Ik vind dit wel mooi. Hoppatee. Perfect, prima. Geen probleem. Nu heb ik mijn dekbed nodig. Mijn pa heeft nu geen dekbed, want die moest ik vanmorgen wassen. Maar die is nog niet droog. Oh. En ik heb natuurlijk mijn oude eenpersoonsdekbed nog. Dus daar kan die lekker onder slapen. En hij is lekker dik en warm. Ik moet de kerstbal hier nog opruimen. En ik ga dus naar boven zonder stoffer een blik. Goed, mijn moeder komt zo binnen met iets. Ik ook. En ik ben benieuwd of de licht reageert. Dus daar heb ik de juiste reactie te pakken als reageren. Wat mee maken? Oh, ze zijn er. Thank you.
Even aandoen. Ik ga dit grote licht uitdoen. Dan ga ik jullie even laten zien hoe alles er nu uitziet als het donker is. We gaan beginnen bij de deur, jongens en meisjes. Het is nu al zo leuk. Kijk, ik heb hier een sneeuwpopje hangen. Die echt ontzettend veel licht geeft. Dat wel. Dan heb ik hier de lichtsnoer om mijn bed. Super leuk ziet het eruit. Super gezellig. Ik hou er echt van. Die lamp daar staat nu niet aan. Die lamp. Die staat normaal wel aan. Dan heb ik hier die kerstboom. Super blij mee ook. Dan gaan we die kant op. Staat er hier een kerstmannetje. Ook heel leuk. En hier staat een kerststal. Die kan je aanzetten. En dan gaat het van tijdje lopen. Maar hij maakt herrie. Dus dat vind ik wel een klein beetje vervelend. Dus ik heb hem gewoon zo staan. Zonder dat hij geen herrie maakt. Dan heb ik mijn air diffuser aanstaan. Die moest ik even bijvullen, want er komt weinig rook meer uit. Dan hangt hier mijn kerstster voor het raam. Superleuk. En hier staat dan de veer waar ik de lampjes in heb gedaan. Dan draaien we door. Dan is hier even niks. Hier ben ik in mijn onesie. Dan staat mijn kacheltje aan. En ik ben hier zo blij mee. Ik vind hem zo leuk. Heel tof. Dan heb ik hier lichtjes voor de tv. Ook super leuk. Ook heel blij mee trouwens. Dan heb ik hier nog een kaars staan die nu nog niet brandt. En hiervoor, als je het goed kan zien, staat Xmas, Christmas. Super cute. Hier heb ik op zich verder niks. Ik wil eventjes de letters beneden gaan pakken om hier eventjes weer iets van te maken. Dus die hou ik gelijk even van de kast af. Anders vergeet ik het weer. En dan moeten er ook nieuwe batterijen in. Dus dat ga ik zo doen. En dat was het, jongens. Dan zijn we alweer terug. En dan heb ik hier natuurlijk nog een ledstrip hangen. En hier nog lichtjes omheen. Maar dat is niet iets wat ik vandaag heb gedaan. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Het ziet er super gezellig weer uit. En ja, ik vind het gewoon heel gezellig. Ik kijk er echt tegenop. Als die kerstboom straks weer het einde van het jaar weg moet. Want het staat zo leuk. Ik vind het zo gezellig allemaal. Dus ja, dat is mijn kamer. Ik ga even eten. Het is 5:30, mijn ouders zijn natuurlijk weer terug. En wat ik jullie trouwens nog wel even wou vertellen, ik laat lekker de licht uit, is dat wij er niet 2, maar 4 cavia's bij hebben. Betekent dat we nu 9 cavia's hebben. Je zou denken, wat, dat is superveel. Is ook heel veel. Maar het is wel heel leuk. We hadden de 2 die we vandaag dus zouden ophalen. Dat zijn Tim en dat zijn Marit. Maar dat ga ik morgen denk ik allemaal even vertellen. Ik laat ze nu nog even voor wat het is. Ze moeten natuurlijk ook even wennen. En heel stom toevallig zagen mijn ouders er vandaag nog 2 bij de stichting. En ja, dat zijn dus Dotje en Lexi. Super leuk, ook heel cute. Dus ik ga jullie morgen de cavia's laten zien. Maar voor nu hou ik het lekker voor gezien. Ik ga eten, ik ga even de letterbox doen. En dat is het. Ik heb ook trouwens gewoon echt de hele dag in mijn wansie. Hè? Gewoon. Ik heb nog niet gedoucht vandaag. Ik heb me wel gewassen, maar ik wilde douchen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Misschien dat ik straks even ga doen, mijn haar is wel vet. Of misschien morgenochtend. Maar ja. Ik ben heel blij met hoe mijn kamer er nu uitziet. Het is super gezellig.
Goed, ik heb de lichtbox. Het is echt gelijk bam, licht. Tadaa. Xmas loves Brook. Because Brooklyn van Road Trip. En dit is echt de perfecte belichting. Ik zet deze wel uit, want ik vind het zonde als deze gewoon echt al met kerst gewoon uit is. Zo leuk! Ik ben hier zo blij mee. En dit ding geeft echt een bel licht. Dat is niet normaal. Mijn hele kamer is verlicht. Door die box. Dus ik ga mijn hamer uitzetten, want dat verbreekt de sfeerverlichting hier in de kamer. Maar ja, ik moet wel deze nog even aanzetten. Even die nog aan. Dat is wel leuker. Zo. Mijn sterje ook nog. Yay! Goed jongens, ik ga eten. Want ik heb nu wel echt trek. Oh, dat is de andere kant van de telefoon. Ik ga even wat eten. Hallo! Ik heb inmiddels avond gegeten en mijn gezicht is echt aan het irriteren. Ik weet niet waarom, maar het is echt heel vervelend. Ik denk dat ik lekker mijn pyjama aan ga doen. Het is namelijk niet heel erg warm hier. En ik wil gewoon mijn nieuwe pyjama aan. Dus ja, dat ga ik gewoon lekker aandoen. Ik heb heerlijk gegeten, maar wat ik jullie eventjes wilde vertellen. Ik weet niet, misschien dat jullie weten hoe het is of hoe dat kan. Maar de laatste tijd heb ik echt ontzettend, maar dan meen ik echt serieus, ontzettend last van mijn voet. En dan is het echt het voorste stuk van mijn voet. Dus mijn tenen en het voorste stuk van mijn voet. Hoe kom ik eraan? Weet ik niet. Hoe kom ik er vanaf? Dat is nog een grotere vraag. Even snel. Oh, wacht. Het is echt zo raar. Ik snap echt niet hoe ik daar aankom of zo. Het is echt heel raar dit allemaal. Maar ja, ik kan er vrij weinig aan doen. Denk ik. Gewoon wachten tot het weer over is. Oh. Dus ja, ik moet me een beetje pijn leiden. Maar ik weet niet. Het ene moment heb ik er last van. En het andere moment voel ik er niks van. Dus ik heb echt geen idee hoe dat kan. Ik ben trouwens heel nonchalant dat omkleden voor camera. Maar ik weet niet wat het is. Mijn voet is ook dik. Wacht, ik gooi dit even in de was. En dan ga ik het jullie laten zien. Het is dus. Wacht even. Mijn dekbed hier tussen proppen. Want dat hangt weer allemaal los. En ik moet zeggen, daar heb ik echt een bloedhekel aan de laatste tijd. Als mijn dekbed loshangt. Alles moet netjes ingestopt zijn. Anders word ik knetterrek. Maar goed, het is dus dit stuk van mijn voet. Echt het voorste stuk hier, dit. Dit hele voorste stuk. Doet zo'n zeer als ik er kracht op zet. Als ik überhaupt aan zit. Het is echt raar. Ik weet ook totaal niet hoe ik daar aan kom ofzo. Ik ga al een aantal lampen uitdoen. Waaronder deze twee. Zo. Deze ook. Niet dat ik al ga slapen hoor. Maar ik wil het gewoon een klein beetje gezellig maken. Die laat ik nog aan. Mijn kerstboom laat ik lekker aan. Oh ja, oplaadkabel. Ik hang namelijk vaak mijn telefoon hier op mijn bureau. Maar ik vind het toch stiekem ook wel heel fijn als ik hem gewoon lekker bij de hand heb. Dus dat gaan we nu ook gewoon lekker doen. Is toch wat fijn als je gewoon lekker je telefoon bij de hand kan hebben. Dus ja, ik vind het wel echt heel gezellig geworden hier jongens in mijn kamer. Echt heel leuk. Nu moet ik even heel charmant over mijn bed rollen. Ik heb echt een tijd hier heel lekker geslapen, maar ik vind het toch lekkerder om in het hoekje te liggen. Dat ga ik nu ook gewoon weer lekker doen met alles. Ik neem alles lekker mee deze kant op. Oeh. Dat vind ik het enigste nadeel. Omdat de kerstboom hier nu staat, kan ik je daar niet langs. Dat is nou wel weer een beetje lullig. Maar goed. Geeft helemaal niks. Ik trek hier mijn beddek weer los. Die zit hier natuurlijk helemaal ingepropt. Omdat ik normaal niet aan deze kant slaap. Ik besef nu alleen dat ik zo mijn laptop nog moet gaan pakken. Fijn. Goed, ik heb alle grote lampen uitgezet op deze hier bij mijn bed na. Voor de rest heb ik alles uitgedaan. Alleen alle sierlampjes staan nog aan. Maar ja, als ik deze lamp uitdoe, zien jullie niks.
Even een gek feitje. Mijn voet doet zeer. Maar dan bedoel ik echt heel veel zeer. En het staat allemaal gespannen. En ik vind dat mijn voet een beetje schuin staat. Als ik hou mijn voet nu normaal, jongens. Even serieus. Staat het recht of staat het schuin? Ik weet niet wat het is, maar dit gedeelte, mijn voorste gedeelte van mijn voet, waar mijn hand nu zit, dit doet zeer. Als ik er kracht op zet, mijn voet blijft ook echt zo staan. Ik kan hem niet plat neerzetten. Daar heb ik al een paar dagen last van. Ik begin weer wat het is. Maar ik wil er wel graag vanaf. En dit is wel echt heel vervelend. Maar ja, ik kan er ook vrij weinig aan doen. Maar het zijn echt momenten. Het ene moment heb ik er last van. En het andere moment helemaal niet. Dus dat is gewoon ook wel voornamelijk het vervelendste. Als ik er nou gewoon continu last van had. Of gewoon. Dan dacht ik van nou, weet je, reden om naar de dokter te gaan of iets. Maar gewoon echt niet. Ik weet niet wat het is. Maar ja. Bijstelling innemen en doorgaan. Ik ben even wat vlogmas video's aan het kijken. En ik wil zo gaan editen. Dan is dat allemaal lekker klaar. Voor morgen. Dus dat ga ik denk ik ook zo gewoon lekker doen. En nou, focus lekker maar niet eens. Maar goed, ik ga in ieder geval de video editen. En dan zie ik jullie morgen gewoon lekker. Morgen is waarschijnlijk ook nog een vrij rustig dagje. Dus ik zou zeggen tot morgen.